Ben je besmet, dan blijf je minimaal 56 miljoen weken binnen. Sorry? Uh, we hebben, um, Volgens mij was 35 dat 35.000 weken. Da 65.000 65 miljoen weken. Nee, Ernst, alsjeblieft. No, 10.000. Nee. 12.000. Nee, nee, um, 12 nee dat is heel erg hoog. N niet eens. Wel. Niet. En het is gewoon te hoog. Klaar. Mark Rutte, De scheid. Welkom bij Café Weltschmerz. Vandaag weer in samenwerking met Virus Waarheid. Nemen Jeroen en Willem de week door. En er is nogal wat te bespreken. Jeroen, Willem. Ja, we zitten hier weer en uh, ik moet zeggen, ik ben vandaag met een lentegevoel opgestaan. Ik hoor overal glasscherven uh, en, en dingen elkaar barsten. En volgens mij spat het hele luchtkasteel uit elkaar. Wat denk jij? Dat gevoel begin ik ook steeds meer te krijgen. Uh, waar we de afgelopen weken nog zagen... dat politici naastig een ander narratief aan het zoeken waren... lijkt het nu echt op een totale implosie... en is nu het grote onder de bus gooien evenement ja, begonnen. Ik denk dat we de komende paar weken gaan we zien dat zij... Um, mensen inderdaad gaan opofferen en die de schuld op zich moeten nemen zodat ze nog lekker door kunnen gaan draaien met de rest. Maar... En het narratief om vooral de mensen die het vanaf het begin gelijk hadden niet nee. in de machtpositie te krijgen. Dus de gematigde ja. lijn die wordt naar voren geschoven. Ja, dus je krijgt uh, omzichts en uh, monnikijzer. Ik hoorde dat die net, ja. uh, die gaan een nieuwe partij beginnen. Die integere mensen die zo blind waren als een kip voor wat er eigenlijk gebeurde en nog steeds niet uh, van al te veel inzicht uh, getuigen. Um, maar een gegeven paard niet in de bek kijken. We zijn er blij mee. Laat ze een nieuwe partij oprichten dat we in ieder geval afkomen van die kartelpartijen. En dan komt het volgende probleem later wel. Ja, dat vind ik ook. Daar ben ik helemaal mee eens. Want ik vind nog steeds uh, dat Mona Keijs, ik vind het uh, op zich mooi dat ze het gedaan heeft... maar ze heeft nog veel meer te vertellen. Dat en daar ben ik, ik heel ook. nieuwsgierig naar. Wij maar... ook. Ja. Dan gaan we naar uh, politiek, zijn we eigenlijk al aanbeland. Als mensen denken, wat is die foto korrelig? Dat heeft privacyredenen, want we willen <laughs> mensen uh, wel een privacy gunnen. Ja, Pepijn van Houwelingen en Fleur Agema geschokt, eh, want het parlement schendt rechten van Kamerleden. Waar gaat dat ja, over? Ja, waar, waar dit over gaat is dat uh, in de technische briefing heeft Van Dissel al een paar keer toegezegd om in ieder geval een verklaring te geven waarom de cijfers waaruit blijkt welk gedeelte van de ziekenhuispatiënten wel is geprikt en niet is geprikt, niet worden geleverd. Let op, eh, ze weigeren dus überhaupt de cijfers te geven. Er is toegezegd om een reden te geven. En dat mocht volgens Pepijn in een half a 4 opgeschreven worden. Eh, die toezegging is twee keer gedaan door Van Dissel, maar die komt maar niet. Dus eh, Pepijn van Houwelingen heeft dat gevraagd in de commissievergadering die daarover gaat. En de commissie heeft tegengestemd: van nee, we hoeven mensen helemaal niet aan hun woord te houden. Dat is namelijk heel ongebruikelijk in de politiek. Ja, nou, ja daar, daar hebben ze wel een punt. Daar hebben ze een punt. Daar maar we worden dus uh, bedrogen en dat is steeds ja. duidelijker. Uh, dit vind ik hey. een hele mooie. Waterschap Limburg um, manipuleerde verslagen, crisisberaad Watersnap. Nou, dan nou kan ik me herinneren dat wij in de zomer. In 16 juli hadden wij hier een persconferentie over. Nou ja, we hadden een persconferentie over de coronascam. Um, en mensen vonden het schandalig dat wij vragen hadden over de watersnoodramp. Inmiddels zijn er strafrechtelijke onderzoeken in Duitsland en België gaande. Wellicht wordt er nu ook in Nederland gestart. Het zoveelste complot het dat is. Het staat uitgekomen. vast in België nu dat de sluizen expres opengezet ja. zijn. En in Duitsland is het zelf aan de hand. Dus ja. jij had volkomen gelijk in de zomer. En je bent natuurlijk aan alle kanten in de kranten helemaal afgemaakt, zoals gebruikelijk. Ja, en ik, en ik hoop dat mensen die bang zijn voor framing hier een les uit leren. Als je wordt aangevallen in de media, heb je raakgeschoten. Dat is een grote beloning die je krijgt, want je hoeft je eigen werk niet meer te verifiëren. Dat heeft de andere kant al gedaan. Dus als je je verhaal gewoon normaal weergeeft, heb je eigenlijk verloren. Dat betekent dat je. Nou ja, hè? dan ben je niet effectief. Nee. Ja. Corona-cijfers gunstig. Volgende week meer versoepelingen. Ja, ja wat we hierin zien, ja. er wordt echt nog naastig gezocht naar hoe kunnen we dit, hoe kunnen we met opgeheven hoofd een exit creëren. Als het gunstig is, waarom stop je niet vandaag ja. of gisteren? Om ja. maar het idee van, nou, het is, we kunnen er bijna vanaf en we gaan eind van de maand stoppen. Waarom rek je dat nog? Terwijl iedere dag leiden ondernemers meer schade, leiden kinderen meer ja. schade. Van, dat vergis je niet. Kinderen, eh, ik geloof dat 25% van de kinderen zit eh, doorgaans thuis, vanwege die zogenaamde quarantaines. Stop met al die nonsens. Eh, ja, we komen daar zo op, ik geloof ja. minder dan 200 eh, ja, ziekenhuizen. Hier ben ik heel blij om. Want we zijn al een paar weken bezig. Die, die, die eerste tranche kwam op 21 januari. Na die wisseling van de wacht van de ministers en demissionaire ministers. Toen hebben we een paar uitzendingen hierover gemaakt. Over, over, het gaat, gaat over de, de WOP-stukken. Ja. Dit stuk gaat over dat verhard van Nederland, nota bene. Die komen met een bericht dat ambtenaren eh, VWS. verzwegen bewust mogelijke grondrechtsschendingen tijdens de aanpak coronacrisis. Ja. Nou, dit is, dit is wel eigenlijk een. een uh, een, een gebaar naar ons toe zonder dat wij genoemd worden natuurlijk. Vanaf het begin hebben wij het al gehad over: het gaat hier niet over een volksgezondheidscrisis, het gaat hier over een bestuurscrisis nou. namelijk dat er grondrechten worden geschonden. En het staat allemaal: deze stukken gaan over de stukken voor onze eerste rechtszaak. 25 juni hebben wij een rechtszaak gehad wat ja. precies hierover ging. Ja. Wij zeiden: de grondrechten worden geschonden, die kunnen niet bij noodverordening precies. geschonden worden. Dit precies. was de kern van de rechtszaak. Ja. Nu blijkt dat we gewoon ja, dus ja. we moeten kijken of we deze vondsten kunnen uh, laten herroepen. Er is namelijk uh, bewust bewijs achtergehouden. En dat hebben we te maken met strafbare feiten. En nog eentje, ministeri, ministerie bemoedde zich met OMT-adviezen. En eh, hier zeggen ze dus... het kabinet heeft altijd gezegd dat OMT volstrekt onafhankelijk is. Ja. En dat hebben ze namelijk ook altijd in de rechtszaak ja. gezegd. Terwijl we hebben gezegd, nee, eh, dat klopt niet. Ook hier weer... Het is bevestigd, Willem. De adviezen die werden geschreven eigenlijk in samenspraak met het kabinet. Dat is eigenlijk. Dat is... OMT mocht alleen. Uh... Bij het kruisje. Ja. Die hebben vrijwel geen invloed gehad op het nee. advies. En dit is waarom wij in augustus 2020 geëist hebben om inzage te hebben in die besprekingen van het OMT. Dat is geweigerd, en dit zit er dus achter. Nou, dat is ook waar het Bauw zich over beklaagt. de WOP-stukken, daar staat in: van wij krijgen helemaal niks te zien van het OMT, geen gespreksverslagen, helemaal niets. Dat dus wat wij ook... Ja, ik vind het, het wordt, we moeten niet gaan zeggen, we hebben dit en dit gezegd. Want dat wordt een beetje saai volgens mij. Nee, maar nou, maar, maar, maar kijk, ja. kijk de uitzendingen over de WOP-verzoeken terug. En dan zie je het uh, organigram. En dat laat ook zien, NSDV heeft ons geregeerd. Mm -hmm. Samen met uh, de IVF of de IFV. Um, die later uh, is veranderd. Instituut fysieke, uh, ja, fysieke Veiligheid. veiligheid ja, ja precies. IFA. En die is nu natuurlijk naar het Nationaal Instituut voor Publieke Veiligheid. En zo zie je het opschuiven. Onderzoek naar fraude bij Landsadvocaat Pels Rijken niet goed uitgevoerd. Ja, ik denk dat uh, als we het hebben over ineenstortende luchtkastelen, ik ben bang dat Pels Rijken er één van is. En ik ben vrij zeker dat dit bedrijf, want het grote onder de bus spel is begonnen. Mijn voorspelling is: Halsma, je Kuipers en Pels Rijken. Die gaan de dans niet ontspringen, die worden geofferd. Kijk, en ik vind het jammer, want bij Pels Rijken zitten ook een hele hoop goede mensen. Die het uh, goed doen. Absoluut. Bedoelen. Uh, het is een groot bedrijf. Ik heb een artikel geschreven, dat komt morgen in de andere krant. Mm -hmm. uh, over de landsadvocaat. Want ik denk dat die uiteindelijk uh, ook vervolg zou, vervolgd zal moeten worden. Voor het... De klacht vanuit ons ligt al klaar. Die zal ja. aanhangig worden gemaakt voor de volgende rechtszaak. Uh, waar dit eigenlijk ook besproken wordt. Dus ook dit is. Niet onverwacht. Nee. Ja, deze ging viraal. Ja. Dit, uh, dit komt ook uit uh, WOP-verzoeken. En dat gaat erover de, de grondrechtenbeperking en dat ze daarover gelogen hebben. En ook wisten dat die noodverordeningen uh, onvoldoende democratische legitimatie hadden en dat je daarmee geen grondrechten kan inperken. Ja. Wij gezegd, komt. Ja. Maar wij waren natuurlijk gekies. Ja. Ja. Vijf ja. bestuurders, ChristenUnie en CDA. Wij steunen onverdeeld open Nederland. Wat Kijk. ik hier zie is damage control. Uh, we krijgen een implosie bij de kartelpartijen. En de ChristenUnie en het CDA hebben natuurlijk het zwaarste te, te leiden. Want dit zijn van oudsher niet echt technocratische partijen, maar meer uh, klassieke partijen van het platteland, de boeren. Uh, en die kiezers die zullen niet meer op ze stemmen. Dus wat ik hierin zie, is een, is een, uh, is een noodpoging om nog iets van de schade die ze zullen leiden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op te vangen. Wij krijgen in één keer zo meteen de komende tijd... een hele hoop mensenrechtenstrijders. Die zeggen, ik heb het altijd gezegd. Wij, wij vonden altijd al dat die maatregelen uh, niet konden en niet mochten. En dat ja. uh, de vrijheden niet zomaar aangetast mochten worden. Daar gaan we de komende tijd heel veel van zien. Daar gaan we heel veel van Zelfs zien. Zelfs nogmaals, nogmaals, iedereen is welkom. Uh, wij zijn niet haatdragend, maar we hebben een goed geheugen. Alle rollen uh, van het wel of niet in actie komen tijdens deze crisis worden natuurlijk bekeken. En de ChristenUnie en CDA hebben nou eenmaal gehuld met de vijand. Dus ja, maar zelfs Bruls zag ik ineens van: ja, maar ik, ik vond dat we al veel langer. Uh, <laughs> dat <komen> we zo <laughs> nog op. dingen moesten hebben. Ja. Ja, maar ik ben het ook met hem eens in die zin: uh, Bruls moet zelf ook soepeler worden. <laughs> CDA tegen 2G, maar uh, stemt ook tegen motie over schrappen. 2G-wetsvoorstel. En hier zie je heel mooi de spagaat dat ze uh, tegen 2G zijn, maar wel meestemmen. Uh, geeft de, de eigenlijk uh, de tweedeling in de partij goed weer en ook het, de paniek van welke kant moeten we volgen. CDA is echt een machtspartij, dus normaal gaan ze altijd voor de macht mee. Maar nu zien ze dat ze afgeslacht zullen worden in de verkiezingen. Ze staan natuurlijk al een hele tijd heel laag. En die gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, dat is een bolwerk van het CDA. Uh, ze staan klem. CDA ja. is schaakmat. Ja, en die 2G, dat is een. Uh... Kijk, dat stond heel hoog op het verlanglijst. Dat was een van die dingen die moesten door. Dus ik, ik vind het uh, op zich heel positief dat dat niet gelukt is, want dat laat zien het plan. Het plan loopt helemaal ja. in de soep. Ja, het plan loopt in de soep. En wat er nu gaat gebeuren, dat is mijn voorspelling. Het CDA uh, stopt met bestaan. Dit is het einde van het CDA wat we hier zien. Nu Mona Keizer en Omtzicht samen een partij starten. Die worden toch gezien als de morele ruggengraat van de partij. Iedereen gaat om, iedereen gaat mee. Er blijft niks over aan het CDA. Ik denk dat er niks aan verloren is. Om eigenlijk weer... Dat denk ik ook. Het is een mooie schoonmaak. Ja. Politiebonden roepen leden op om niet te handhaven bij actie horeca. Ook hier, uh, heel positief ten eerste, uh, het signaal dat hier wordt afgegeven is stop met de, het breken van de wet. Naar hun eigen leden toe, maar ook naar de nachthoreca. En ik hoop dat de nachthoreca dit signaal opvat. Ga nou niet je nu nog schuldig maken, nu het, met het verhaal is gekomen met de QR En ik roep ook iedereen op die naar zo'n nachtclub gaat... Word je om een QR-code gevraagd, dan word je geweigerd. Direct aangifte doen, leek op stuk beleid. Het is, maar het is voorbij. Het ik, is voorbij. Als je kijkt naar restaurants, het, het zijn weinig restaurants die de regels nog uh, houden. Kijk, en de politie die heeft een ander probleem. Die hebben een imagoprobleem. Dat ja. vertrouwen. Hè. De politie had van oudsher een heel groot vertrouwen ja. van het publiek. En ik denk dat er zal heel veel rechtgezet moeten worden. En heel veel opgeruimd moeten worden voordat dat vertrouwen hersteld wordt. Absoluut. Absoluut je kabinet wil Horeca open tot één uur en volle theaters en stadion toestaan. Maar moet je horen wat hier staat? Hè? Wij gaan bepalen: je mag tot één uur open en wij laten dat toe, dat je volle theaters hebt. Hey. Dit is nou precies. Uh, hè, je hond rent een kant op en je gaat erachteraan ja. rennen. Ja, ga maar, ga maar die kant op. Ja. Het is duidelijk dat er geen controle meer is. Dus hoe kan je vijndiensten dat er nog wel controle is? Het is om. Kleine regeltjes te handhaven om uh, te stegelen over één of twee uur, et cetera. En daarmee lijkt het net alsof er nog controle is. Het is voorbij. Ja, dat, ben ik, dat denk ik ook. Oh, daar hebben we Brults. Daar had ik het net al over. Voorzitter, veiligheidsberaad. Uh, Van ons had samenleving verder open gemogen. Ja, en dat is iemand die je twee jaar lang hebt horen brullen. Ja. He, dat alles nog meer dicht moest. Dat, uh, nee, maar het is duidelijk ook als je kijkt in die WOP-verzoeken. Uh, op welke manier Bruls in die hele crisis zit. Bruls is een uitvoerder geweest. Uh, als je dat organigram nog een keer bijpakt, groen aan de rechterkant, dat zijn de excuusrapportjes. waar het RVM bij zit. Blauw, dat is uh, het NCTV. Uh, maar die oranje kant, dat zijn de. Veiligheidsregio's, daar heb ik het uh, met een andere journalist nog eerder over gehad. Uh, dat zijn de uitvoerders van wat het NCTV opgeeft. En Bruls is daar de aanvoerder ja. van geweest. Dus het is, het is onmogelijk dat Bruls niet berecht gaat worden. Ja, nou, hij wordt in ieder geval waarschijnlijk, uh, uh, waarschijnlijk uh, voor de, ook voor de bus gegooid. Maar dat zullen we nog even afwachten. Het uh, kabinet vraagt OMT of anderhalve meter regelt per 25 februari. Wat een mooi toneelspel. Hè? Er is en... geen anderhalve meter regel, <laughs> mensen. Die, die, is, die is effectief niet bestaand. Er worden geen boetes voor gegeven, niemand houdt ze eraan. Er is geen anderhalve meter. Ook hier weer net doen alsof ja. je nog iets in de te en hebben hebben hebt. En alsof je zelf die anderhalve meter open weg wil. Maar ja, we zijn afhankelijk van het OMT. Terwijl je natuurlijk constant hebt gezien dat het andersom was. Ja. Dat is het mooie van die, uh, die Wop-stukken. We gaan nu achteraf een ja. reconstructie kunnen maken ja. hoe dat gegaan is. Mark Overmars weg bij Ajax naar grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke collega's. Kijk, Inhoudelijk heb ik hier eigenlijk weinig uh, uh, over te zeggen. Ik ken de zaak niet. Maar wat is de reden van dit bericht en de timing van dit bericht? Afleiden. Afleiden. Allemaal afleiden. Allemaal, afleiden. Allemaal uh, ja. ja. Zelfde verhaal. Van de A-kamer, lid van Dijk stapt op. Maar en weet dat je wat ik... nou het mooiste is? Ik denk dat jij dat ook wel zeggen: ongepast gedrag. Er wordt ons wijsgemaakt, de, de, de maat der dingen is niet meer: is het strafbaar of niet? Of is het wettelijk toegestaan of niet? Maar is het gewenst gedrag of niet? Uh, ja, ik denk dat dit hoort: uh, dit is misschien plan C van we kunnen nu niet de bevolking reduceren, maar we gaan mensen zo uh, bang maken om elkaar toenadering te zoeken. Dat. Uh, ja. Het, 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 een soort wel, uh, ik... indirecte geboorte, <laughs> Dat moet ik hiervan zeggen. Ja. Uh, Osterhaus, versoepel geleidelijk. Laten we het nu niet verpesten. Ja, hij ziet natuurlijk zijn spelletje in elkaar vallen. Hè? Want hij, ja. hij, hij is iemand die geniet hier met volle teugen van. En voor, vooral volle teugen rode wijn. Um, maar. Ja, uh, maar dat een van de grootste hardliners. en, en, en een architect van, dit hele, van deze hele scam. dit zegt, geeft wel aan dat de kanteling al ja, daar is. Al lang. En, het, en ze weten het. En ze weten het. Ja. Dus dit is puur... nog eventjes huffen en puffen... zodat je de aftocht kan blazen. kabinet <laughs> wil eind van de maand af... van de meeste coronamaatregelen. Hetzelfde idee. Hoezo ja. eind van de maand? Waarom we niet we vandaag? Alles? Waarom niet gisteren? Ja. Het is klaar. Ja. Voorlopig, einde van, maar voorlopig einde van 2G. En hier moeten mensen heel beducht op zijn. Zij geven dit spel niet op. Er wordt nu teruggetrokken op ja. een paar... Pijlers van hun plan. Dat zijn de internationale grenzen. Dat is de QR-code. De Central Bank Digital Currency. Digitale identiteit. Daar komen we zo meer over te spreken. Maar dat hier voorlopig bij staat. Dan moeten de haren recht overeind staan. Ja, maar ik denk dat dat uh, valse hoop is voor. Uh, kijk, ik, ik denk als het nu valt. Als die maatregelen weg zijn, er zijn genoeg mensen die blijven doorboren ja. op die onderwerpen. En het is nog een ijdele hoop, denk ik, om te denken dat er een moment komt dat ze dit nog een keer kunnen doen. Ja. Tenminste, dat hoop ik. Uh, er komt zoveel informatie komen. Nou uit ja, tijd dat is over. Aan, aan ons en aan het verzet, de mensen die het vanaf het begin al, uh, al goed hadden. Let op, de kanteling is daar, maar de oorlog is nog niet gewonnen. Nee, er zullen nee. nog ja. iedereen uit de positie van macht moeten halen die daar kwaad heeft gedaan. Willem Engel weet precies hoe ver hij kan gaan. Hij laat anderen het vuile werk doen. Vertel eens, Willem. Ja, dat laatste stuk, dat, daar, dat, dat snap ik niet. Ik doe ook veel, zelf veel vuil werk. Ik maak thuis regelmatig schoon. Maar ik denk dat ze het hebben over um, dat ze toegeven... Dat je je aan de wet houdt Dat gewoon. ik me aan de wet hou. En dat Echt? ze niets hebben. Is en my... en we, we zien een constante modderstroom uit de media... Ook uit de monden van bepaalde trollen die daar uh, uh, veel ruimte krijgen. Maar zelfs uh, officieren van justitie die zich uh, toch vol smaad en laster uitlaten. En nu blijkt eigenlijk, dat, dat lees je in het stuk, er is, is geen sprake van strafbare feiten. Ja, maar er is niet. alleen sprake van zwaar ongewenst gedrag. En dat is het. Je ziet mensen verontwaardigd zijn dat het niet mogelijk is om iemand te vervolgen. Als hij geen, ook al, omdat hij geen strafbare feiten ja. gepleegd heeft. En ook ja. iets om over na te denken. Ziekenhuis Tilburg ontslaat anti en moet nu 75.000 euro betalen. Ja, het spel gaat beginnen, Wilm. Het spel gaat beginnen. Waar eerst instanties en mensen dachten dat ze overal mee weg zouden komen... dit is de kanteling. Ja. We gaan nog heel veel schaderechtszaken zien. We gaan heel veel aansprakelijkheidsrechtszaken zien. Uh, dit is een van die eerste... Het is niet zonder gevolgen. Alleen die gevolgen zijn later. Maar daar hebben we ze steeds op gewezen. Ja. Let op. Dit dus kan iedereen niet... ja. heeft een notice of liability gekregen. Uh, denk aan de, de brief naar de artsen uh, begin 2021. Ja. Toen hebben we het al gezegd: let op, je bent zelf verantwoordelijk. En dit komt, hè, de, de, uh, komt terug als een boemerang. Dan Diederik Gommers. Goh, toch niet weg bij het OMT? Um, ik denk daar een paar dingen over. Ten eerste. Ze zijn allemaal niet te vertrouwen, want ze houden zich nooit aan hun woord, dus ook Diederik Gommers niet. Ten tweede, waarom mag hij niet uit de OMT? Zou hij dan te veel uit de school klappen? Moeten ze het klasje bij elkaar houden? Hij moet het ritje uitzitten. Ik denk dat, ja. OMT, dat hij weet dat het OMT binnenkort uh, niet meer bestaat. Ja. En hij moet tot het einde blijven zitten. Ik denk ja. dat dat... Uh... Dat denk ik ook. Dan de horeca gokt op verkeerde doelgroep, met PX. Ja, dat is een, een leuk artikel. Uh, dat gaat er eigenlijk over van als de horeca nu mensen gaat uitsluiten die hun hebben gesteund. Uh, en, en de mensen uh, gaat toelaten die sowieso al te bang zijn. en uh, helemaal niet onder de mensen willen zijn. en nog een mondkapje willen dragen en een liefst een vierde booster nemen. dan draaien ze geen omzet. Nee. Puur economisch gezien is het hartstikke dom en een beetje als het plaatje daarvoor van het heeft consequenties. Als jij je vaste klanten uh, meerdere keren hebt weggestuurd in deze crisis, komen ze dadelijk ook niet meer terug. Nee, en het idee dat jij met een QR-code omzet zou kunnen draaien, dat is natuurlijk ook een... Uh... Ja, dat, dat, dat blijft een grote mysterie dat, dat de horeca niet inziet dat zij het doel niet nee. waren. Kabinet gaat ventilatie op scholen aanpakken. Elk lokaal krijgt CO2-meter. Hey. Goh, dat is voortvarend na twee jaar. Maar eh, dan zitten we met nog iets, die mondkapjes. Hè. Um, hoe ga je die CO2 onder die mondkapjes dan uh, testen? Want dat is eigenlijk nog belangrijker, toch? We hebben dat helemaal in het begin uh, uh, online uh, live een keer gedaan hè, met zo'n meter. En toen zag je dat die inderdaad onder die mondkapjes een ontoelaatbare uh, waarde. CO2-concentratie krijgt. Die mondkapjes, dat is een afgelopen verhaal. Dat is een gelopen race, dat is onzin, dat is alleen maar voor gedragsverandering. Helaas is dat gelukt, veel kinderen hebben er veel schade aan geleden. Maar dat dit wordt gedaan, betekent ook dat de handdoek in de ring wordt gegooid. Want als die ventilatie goed is, dan zal je nog minder infecties krijgen, dan krijg je gewoon een gezondere leefomgeving en dan is het nog moeilijker om nog een ander virusverhaal naar voren te brengen. Aangifte tegen ambtenaren, Belastingdienst. vanwege toeslagen. Schandaal. Ja. Hetzelfde verhaal als met die uh, vaccinverpleegkundigen. Uh, het komt misschien later. maar jij zegt het altijd zo mooi. Papier is geduldig. Als je de wet breekt. Als je je schuldig maakt aan misdrijven, betekent niet dat je er altijd mee weg Kijk, komen. de Belastingdienst is een organisatie, daar moet echt gigantisch de bezem door. Ja. Die moeten weer leren de wet te volgen. En die moeten weer leren dat hun taak is om gewoon richtige belastingheffing. Dat is hoe je dat omschrijft. En hun taak is niet criminaliteitsbestrijding. En weet ik wat voor taken ze allemaal data verzamelen. Ik weet niet wat ze allemaal bedacht hebben, wat hun taken zijn. Zij moeten weer terug naar een kerntaak: en mensen met rust laten. Ja. Dus uh, ik hoop dat dit het begin is, maar daar da da is zo'n gigantische schoonmaak nodig. Absoluut. Uh, waar ook schoonmaak nodig is. Uh, Dan gaan we Kuiper's. het hebben over Kuipers. We kunnen dit ook wel Kuipers Gate noemen. Uh, Kuiper staat nu onder vuur. Uh, mijn stelling was vanaf het begin: dit is een fall guy. Die is daar neergezet om dadelijk de schuld op zich te nemen. Maar zal hij het zelf doorhebben? Uh, dat betwijfel ik. Uh, het is een ijdel persoon die eigenlijk niks van politiek weet en die het fantastisch oh, eer vond. Ik mag minister worden, precies. En dan word je niet achterdochtig, weet je? En, <laughs> en dit soort uitspraken, ik heb het filmpje gezien, uh, daar werd hij toch flink aangepakt door uh, de media. De media begint eindelijk kritisch te worden. Die twee wat, jaar niet over grondrechten gesproken heeft en het is ineens, tuurlijk, uh, ja, natuurlijk, super hypocriet. Maar dit zijn wel heerlijke stukjes tv. Ja, absoluut. Je, je ziet hem stechelen, je zag hem gisteren of eergisteren bij Bohan niet uitkomen. En hier komt hij weer niet uit zijn woorden. Uh, er werd gevraagd: van neem je afstand of vind je het niet uh, verschrikkelijk dat er zo over mensen wordt gesproken en over grondrechten. Nou, en hij vraagt begrip voor begrip. de mensen die deze misdrijven hebben gepleegd. Ja, ik vind hem wel heel Kijk, ruimdenkend. Ik heb hoop. Dat eh, er nu een tegenbeweging komt van hoe hebben zij kunnen denken dat zij al onze grondrechten gewoon opzij konden zetten? Ja. En dat dit eh, de, de reactie hierop wordt. Zodra we, eh, dat zegt Kuipers, zodra we van corona pas af kunnen, willen we dat dolgraag. Maar ja. dat zie ik niet zo goed. Hier zien we heel duidelijk wat in onze rechtszaken vaak werd ge ge gezegd: tijdelijk. Ja. Tijdelijk is niet tijdelijk. Tijdelijk is geherdefineerd naar waardelijk. En dat is hetzelfde als met die 2G, voorlopig teruggetrokken. Nee, nee, nee. Alles wordt voorwaardelijk gemaakt. Dat is het nieuwe normaal, voorwaardelijkheid. En hij wil Want, nog 29 miljoen extra voor een corona-app die niet meer terug zou komen, weet je nog? Precies. Ja. Dus wat hier wordt gedaan is echt proberen af te leiden ondertussen. De hoofdlijn, namelijk die QR-code, moet ten koste van alles in stand blijven. En dan zit hij allemaal, ja, zoals allemaal. Ik, ik denk dat hij geen uitzondering is. Ik denk dat ze allemaal de financiële uh, belangen hebben, links en rechts, bij de partijen die nu. Uh... Sterker nog, dit is een van de voorwaarden geweest voor de selectie in het OMT: waren mensen stuurbaar doordat ze chantabel zijn? Dus dat dit nu naar buiten komt, geeft aan dat er waarschijnlijk besloten is: Kuipers gaat uh, onder de bus. Uh, dus daar mag het allemaal over naar buiten komen. Kuipers zat overigens niet in het OMT. Dat nee. leek altijd zo, ja. maar hij was eigenlijk dus geen OMT'er. Maar datzelfde groepje, eh, excuuswetenschappers, excuusartsen... Eh, die gaan nu de prijs moeten betalen. En hoe leuk die opmerkingen. Verschillende instellingen waaraan Kuipers is of was verbonden... ontvangen geld van Bill Gates. Ja. Dat, als je dat een anderhalf jaar geleden zei... dan eh, werd je bijna aan een inrichting gebracht. Ja, maar dat dus ook in de mainstream media wordt overgenomen... Laat duidelijk zien, deze wordt geofferd. Ja. Eh, dit is een, uh, een schema: hoe dat dan zit met zijn. Uh... Ja, dat is Brad Tommies. En dan zie je de, de circulaire verbanden. De ene uh, geeft de andere aan. Dit is echt een vest, vestzak-broekzak-principe. En Erasmus zit er middenin. Ja, en dat zien we al uh, vanuit de, de, de Fauci-papers. Ja. Dat uh, Erasmus echt een centrum Mario Kortmans, is. Koopmans, ja. uh, noem maar op. Ja, ja. Het is de, de, de lijn Utrecht. En daar heb je dus het Trimbos, maar vooral het RIVM. Uh, de opleiding diergeneeskunde. En uh, Erasmus met uh, de virologieafdeling. Dat is hoe het uh, spelletje wordt gespeeld. Central bank digital currency. We hadden het ook agenda 2030 kunnen noemen. We hadden het ook social credit system kunnen noemen. Uh, artikel van vorig jaar. Uh, politiek enthousiast over de komst van de digitale euro. Wat zouden ze daar nou mee bedoelen? Zouden ze bedoelen: van mooi, dan hoeven wij het niet meer aan het volk op te dringen. Uh, mooi, uh, we verliezen onze soevereiniteit. Nee, het is mooi, we, hebben, we kunnen nu de volledige controle over de bevolking nemen. En uh, dit moet echt het nieuwe speerpunt worden die. Ja digitale euro mag er nooit komen. Integendeel, ik denk dat we weer heel snel een eigen gulden moeten gaan Absoluut. uitgeven in Nederland. En uit de euro stappen en wegwezen met al die troepen. En het is prima om, om muntunies te doen, maar dan moet je dat met vergelijkbare economieën doen. Wat de euro heeft aangetoond, is dat het systeem niet werkt. Plus het is te centralistisch. Hè? Het, is, het is veel te centralistisch. Dus je zou een, een, dat is al eerder voorgesteld volgens mij ook door Bolkestein, een euro en een euro. Dus een, een, voor Zuid-Europa en voor Noord-Europa. Misschien zou dat werken, maar ik denk dat je gewoon per zone moet kijken. En die dus controle... Scandinavië. Uh, ja. De Duits-sprekende landen, misschien met de Benelux erbij, Groot-Brittannië, allemaal eigen zones. Maar je mag nooit meer uit handen geven aan idioten die denken, ja. we zetten gewoon uh, de bankpers aan en uh, we drukken gewoon duizenden miljarden bij. Ja. Ja. En daar zijn dit soort uh, uh, bijeenkomsten heel duidelijk van. Volgens mij was het zelfs 2019, de World Government Summit, uh, met Klaus Schwab als spreker uh, in saudi arabië die even uitlegt wat het plan is voor de komende paar jaren. Uh, als, als mensen denken dat dit soort dingen los van elkaar staan, lees de stukken gewoon na. Ja. Het is allemaal deel van hetzelfde plan. En dit is uh, wat ze nog steeds hopen om uh, met het spelletje door te gaan: een internationaal verdrag, uh, Pandemic Prevention and uh, Preparedness. Ja. Uh, men wil dit erdoor drukken en dat betekent eigenlijk dat het centralistisch. Dat wij niks meer te zeggen hebben straks over de maatregelen en om op die uitgestort worden. Of? Ja, dit is een beetje vergelijkbaar met die uh, internationale gezondheidsregeling. waar we het ook al vaak over ja. hebben gehad. Uh, die eerst werd afgesproken, toen geratificeerd. en daarna werden de definities aangepast. Daar moeten we lering uit trekken. We mogen, mogen geen enkel mandaat geven aan de WHO. Dat moet gewoon terug naar een, een faciliterende en adviserende instelling worden. Uh, wat hier besloten wordt, is eigenlijk dat in het. Uh, geval van een pandemie uh, de WHO meer zeggenschap moet krijgen. En dat lijkt mij een bijzonder ja. slechte conclusie. En zo kunnen ze het spelletje Precies. regelmatig herhalen en dan kunnen we weer snel uh, die, die zogenaamde en, en vaccins gepusht worden. Precies, en daar moeten we echt heel bedacht op zijn dat uh, op het moment dat die landen terugtrekken en de teugels laten vieren, wat doet de WHO, wat doet het ECDC vooral, wat doet de Europese Commissie? Daar worden dadelijk wetten aangenomen, waardoor het niet meer toe doet wat er lokaal in het land wordt besloten. Ja, maar in ieder geval één ding: zo snel mogelijk uit de WHO stappen. Absoluut. En Nexit. Ja. Uh, digital Want, Identity for Europeans. Wij hebben hier te maken met. Uh, Overreach, zoals het in het Engels zo mooi heet. Maar het is duidelijk Big Brother. Meerdere Europae, Europarlementariërs spreken al over de Chinafication van Europa. En dat digital identity, uh, als je dan kijkt uh, waarom, uh, bij de volgende slide, van waarom zouden we dat doen? Dan wordt er aangegeven van, van ja, de Europeaan heeft er behoefte aan. Het is mij nog nooit gevraagd, maar nee. de Europeaan, leest de Europeaan die in de Europese Commissie zit, die heeft er behoefte aan. Dit gaat over controle en surveillance. Wij hebben geen voordelen daarbij. Nee. En dan gaan we naar een andere ontwikkeling. En dit hoort allemaal bij elkaar. Dit gaat over de uh, Central Bank Digital Currency. Als je dat document doorneemt. Uh, ik heb, dat doe ik wel vaker. Zo'n soort cross-reading op bepaalde woorden. Problem. En dit was de enige keer dat het woord problem in het document voorkomt. En wat was het probleem? Dus, dus je, je, je weet eigenlijk al, daar is op een bepaalde manier door een marketeer doorheen gelopen. Uh, het probleem, ja, er wordt alleen maar aangegeven uh, dat er te veel Amerikanen, want dit is een Amerikaans document, uh, nog geen bankrekening hebben. En daar kan dan... Geen gezag over worden uitgeoefend. Het wordt dan iets anders opgeschreven. De challenge is dan om deze mensen te betrekken bij het uh, bankaire geld. Uh, en uh, dat ze te weinig vertrouwen hebben in het centrale systeem. Maar dat is niet een problem, dat is een direct gevolg van die overreach. Ja. Brussel weigert documenten over corona, miljarden openbaar te maken. Nou, alle respect. Eh... Follow the money. En dit is ja. een artikel, gaat redelijk goed in op de kern van de zaak. Uh, en het is een samenwerking met uh, wel 15 Europese journalisten. En die laten heel duidelijk zien, we hebben onze mond vol van burgerrechten en democratie in Europa. Maar zoals Europa functioneert, is eigenlijk al heel erg zoals China. Het doet er niet toe welke partij. Doet ook de niet Europese wat er... ja. Commissie beslist. Daar is geen democratische toetsing. En als je dan uh, verantwoording wil, uh, wil afdwingen... dan krijg je de documenten niet te zien. En dan kan je ze dus nergens ja, omwijzen. Maar als je kijkt naar wie er in de Europese Commissie zitten... Ja, dan, dan, dan slaat er angst op je hart. Ja, zo'n de... von der Leyen en, en Lagarde. En we ja, hebben nog uh, onze ja, klimaatbouwster Timmermans. Timmermans. Dat, dat zijn hele... Um, Zwak begaafd. Nee, maar du dubieuze figuren. Dus ik denk niet dat ze zwak begaafd zijn. Ze, dit zijn echte technocraten die walgen van democratie. Ja. Die willen het voor ons beslissen. En die walgen van mensen waarschijnlijk. Ja, dit is het Ch uh, Chinese Social Credit System. Uh, dit is het bovenste deel van de toren. Je kan ook ja. nog naar de kelders. Ja. En het laat zien uh, hoe dat werkt. Hè? Dus als je, bij je kan 1300 punten halen. En als je dan uh, bijvoorbeeld te snel rijdt, dan gaan er uh, punten af. Of als je illegaal protesten bijwoont. Hè. Vandaar ook dat uh, systeem waarin iedereen uh, geregistreerd wordt die naar protesten gaat. Of uh, niet je oude, ouders, oudere oude, uh, eh, ouders uh, op bezoek gaat. Let op, let op. Waar, waar gaat het eigenlijk over? De ene kant is digital surveillance: dat jij gewoon een digitale identiteit hebt waar ze. Kunnen, punten aan kunnen toekennen en kunnen afkennen. Maar de andere kant gaat over dat alle rechten voorwaardelijk worden gemaakt. Het zijn ja. alleen nog maar privileges. En, dit is de, en dat, dat heeft weer het raakvlak, dit is weer het Riek, waar we het over ja. hebben. En dat over gedrag gaat, wat ik Precies. al jaren geleden gezien heb. Van hey, waarom zijn zij met gedrag bezig? Dus dit is al vol in voorbereiding voor ons. Kijk, ja. en als je dan in de kelder belandt. He, dat is um, posting anti-government messages, he, wat wij natuurlijk iedere dag doen. Dus wij, ik denk dat wij helemaal in de kelder terechtkomen. Uh, 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 hoe is dit? Geruchten op internet verspreiden, nou, dat doen wij ook. En uh, uh, insincere apologies for crimes committed, uh, participating in anything deemed to be a cult. Dus als je dan, uh, in, maar goed, dat, dat zou dan weer die mensen, die, die vaccinologists, die zouden dan natuurlijk ook weer flinke minpunten moeten krijgen, volgens mij. Nee. nee, maar dus natuurlijk. Dit, de, de voorbeelden die je net aanhaalt, die zijn zo arbitrair dat dit, sy dit systeem staat en valt bij de eerlijkheid van degene die uh, de criteria opstelt. Hey. En we Sorry. hebben. In al onze rechtszaken gezien, die criteria worden constant met voeten getreden als het doel niet past met en de criteria. En let op, hè. Van de, vanaf juli heeft elke nieuwe auto een black box. Hè. En dat hangt ook weer samen met ja. dit. Want die gaat registreren hoe je rijdt en als je braaf, als je te snel gereden hebt, geeft je auto dat door. Niemand heeft het erover hè. en we mm -hmm. zitten zo dicht daar tegenaan. Ja. Dus, uh, dus, uh, het wordt tijd dat mensen op dat punt echt uh, wakker worden. En als je dan ziet wat voor sancties erop zitten, als je dan uh, genoeg, oh, niet genoeg punten hebt, dan zit je echt gewoon uh, thuis opgesloten. Dat zit vast. Ja. ja, that's it. Nou, dan gaan we naar de bijwerkingen. Ja, ja. dat is een filmpje wat viraal ging. Um, ja. ja, en, en het is heel vervelend hoor, als je dit uh, overkomt. Maar uh, het is natuurlijk wel de ironie ten top dat je grap aan het maken bent. Over je dat je al de derde boost... Of je, je en boost je stort ja. in door de prik. En dan wordt er gezegd... Uh, calls unknown, maar... Uh, ik, dit was niet vond... iemand die, 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 die... een geschiedenis had van flauwvallen. Nee, ik dacht dat ze een grapje maakten. Ik, ik vond het een hele goede grap. Ja. Weet je? Nou, ik heb niks aan de hand. Hun had ja. de booster gehad en boom. Je valt ja. gewoon te plekke neer. Ja. 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 Nou, dit, dit zijn de, de pijnlijke... berichten. En ik denk dat... Dit misschien nog wel het belangrijkste uh, argumenten zijn. Kijk, dat oudere mensen sterven, dat zijn natuurlijk ook misdrijven. Maar dat kinderen die sterven geen keuze aan prikjes, ja. Ja, dat, dat is niet uit te leggen. Een zesjarige met myocarditis. Hè? En het is echt. Um, ja, ik, ik heb vorige week al gezegd, vorige week stond een stand in Europa op 157 meen ik was het of 157? Ja, Geregistreerde, en geregistreerde jongeren. Doe het die... maar rustig maal ja. 10 tot 50. Ja. Um, Kansas woman, Jeannie Evans, died of an allergic reaction. Yeah. Ja, en waarom is dit belangrijk? In de rechtszaak vastkomen te staan omdat er een autopsie is uitgevoerd. Waaraan? Eh, waaraan uh, wordt ontleend van deze persoon is inderdaad als gevolg van de injectie doodgegaan. En naarmate er meer van dit soort vonnissen komen, uh, zullen er meer mensen ten eerste bewust worden en gaan meer mensen hun gelijk halen en hun schade vergoeden. En dan komen krijgen. ze er ook niet meer mee weg met de roep: ja, er is dus ja. geen causaal verband aangetoond. Wat, ja. wat we nu ook in deze rechtszaak weer zien die ja. we 10 maart uh, hebben. Nou, wat wat hier aan opvallend is, is dat we. Uh, heel veel clinical trials zien, we zien er ook voor uh, myelitis, we zien er uh, voor, voor AIDS en voor kanker. Uh, het lijkt er erg op dat het allerlei extra bijwerkingen heeft die minder duidelijk een kausaal verband hebben uh, met de prikjes, maar die wel een groot maatschappelijk probleem worden. En dit is een beetje Kijk, de, dus dat... je fijnst een probleem. Ja. Je geeft de oplossing die het probleem creëert. En dan kan je oneindig de ja, oplossing maar, door blijven verkopen. Het op zich logisch is psychologisch, weet je. Je hebt je dekbed opgeschud. Daardoor kreeg je meer dus natuurlijk niet door die prik. Het komt door je dekbed. Huh? Ja, maar dit, dit, dit geeft heel goed aan dat... If you can't convince them with ja. facts, baffle them with the Of uh, wie corona heeft doorgemaakt. Ja, ik heb nu uh, een hartaanval en dat komt door die corona. Niet ja. door die drie, drie of vier prikken die je gehad hebt. Nee, ja. door de corona. Kijk, er zitten een paar dingen die opvallend zijn in het artikel. Ten eerste, weer... De timing. Waarom nu? Omdat er bewezen is dat die prikjes een, een enorme vergroting aan myocarditis geven. Dan gaan we door naar de volgende slide. Dan geeft het aan van, ja let op, dit ging over de periode dat er nog geen prikjes beschikbaar waren. We hebben ditzelfde trucje gezien bij de eenzijdige auto-ongevallen. Ja, er zijn enorm veel meer auto-ongevallen. Wat ze hier vergeten te zeggen is, oké, okay, maar dan komt het dus door de lockdowns. Ja. Want die ja. is niet meegenomen. En ik denk, maar als je meer hartaanvallen krijgt doordat je meer stress hebt, dat is een veel logische verklaring. Ja. Maar corona moet gelinkt worden, want dat zit in het narratief. Dadelijk krijgen we ook. De volgende rapporten, maar dan is iedereen al geprimed van ja, maar het heeft ook iets met corona te maken. Ja, wie corona heeft doorgemaakt, heeft een grotere kans op een hartaanval. En dit, mo dit moet als een soort mantra blijven hangen: dat als mensen dadelijk de bijwerkingen gaan melden van de prikjes, ja, maar je hebt ook corona gehad, toch? Je bent ook ja. een keer besmet, ja. We weten niet zeker welke nou het meeste invloed heeft gehad. Triple vaccinated are developing acquired immunodeficiency syndrome at an alarming rate, according to government data. Ja, en uh, AIDS, dat staat voor AIDS. D dit is waar heel veel mensen voor hebben gewaarschuwd van hey, uh, trigger je niet hiermee, uh, AIDS-achtige klachten of HIV-achtige klachten. En het begint er op te lijken dat inderdaad uh, een, een, een auto-immuunziekte is die hiermee wordt getriggerd. Uh, dit, dit, dit houden we in de gaten, maar ook hier hebben we al van, van tevoren gezegd, let op. Dit kunnen de gevolgen zijn. Ja, nog Zelfs in Forbes. Ja, researchers want some COVID-19 vaccines could increase risk of HIV infection. Ja. Ja, dus men blijft zitten bij dat HIV, wat natuurlijk dezelfde, waarschijnlijk dezelfde symptomen heeft. Dat, dat zou wat, kunnen. We wat, weten wat dat nog steeds. Ja, ja. Ja, dat is nog een andere ja. vraag, want die, die uh, scam is al een keer door Fauci uh, toegepast. Uh, gaat dat over. Eén ziektebeeld, of waren dat allemaal mensen met verschillende aandoeningen die om het leven geholpen zijn door het zogenaamde. Dat was de middel. eerste schandaal uh, met de PCR-testen. En met, ja. uh, met uh, defectieve medicijnen. Precies. Want ze hebben heel veel mensen om zeep geholpen ja. uh, toen met uh, de eerste, uh, hoe heette die? Uh, AZT. Ja, AZT maar. was ja. het, ja. In uh, veel te hoge dosissen. Ja. Uh, We gaan naar de toe. cijfers. Ja. Kijk nou. eens aan, voor het eerst onder de 200. Hoe bestaat dat? Ja, wacht het, even, nog een keer door twee delen. Dus voor het eerst ja. zitten we onder de 100. We hadden ja. weten dat er inderdaad de helft van de patiënten daar met een vals positief test zit. En, en er zitten 774 mensen totaal op de IC. En moet je, je dus Het is lekker leeg. Dit, 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 dit zijn dus eigenlijk hoe, hoe zomertafrelen. Hoe kan het zijn dat jij nog steeds het lef hebt om nog door te gaan met maatregelen? Dat er nog mensen zijn die denken dat dat. Ja, maar kijk, hè, we hebben dit nu gehaald. Dus we moeten nu die maatregelen vasthouden. Want stel je voor dat die maatregelen vasthouden, dan zou het best wel weer ja. kunnen dat we weer wat voller komen zitten. Het enige dus... wat we weten is dat de maatregelen duidelijk een negatief effect hebben op de volksgezondheid: ja. geen grootschalig testbeleid meer. En wat gaan ze doen? Willem, vertel eens. Wat ja, gaan ze doen? Hier staat leidingwater in, maar ik denk dat ze ook bedoelen rioolwater. rioolwater. Ik meen me te herinneren dat we dit als een alternatief hebben aangeboden... omdat er al veel werd getest op rioolwater. Van Ja, maar we willen zicht houden op de verspreiding van het virus. Toen werd, zei jij in de derde, Precies, ja. dit was als derde doel. Eén is... Uh, uh, de acceptabele druk op de zorg. Twee is het beschermen van de kwetsbaren. En drie. drie was het zicht houden op de verspreiding van het virus. Want dat kan alleen via testen. Toen hebben we gezegd: nee hoor, je kan gewoon overal rioolwater testen. En toen testen. bleef het stil. En toen bleef het stil, daar is ook niet meer op ingegaan. Uh, en nu wordt er toch schoorvoerder toegegeven: van, ja, dat is eigenlijk een ja, beetje. Je toch wel idee. gelijk. Ja, <laughs> want. Wat we toen ook al hebben gezegd. en het blijft regenen uh, met, uh, met waarheden en feiten. ik het niet. De <laughs> ja. uh, Cycle Threshold value does not hold clinical relevance. Dat hebben we ook al tienduizend keer gezegd. Het is niet zo dat je een, een zwak positief kan uh, zijn. Je bent, het is geen kwantitatieve test. Het is geen kwantitatieve test. En je kan dus ook niet door een pseudo kwantitatieve test van maken van als je tussen de 25 en 35 zit dan ben je licht besmettelijk zo werkt die test niet hebben we al tientallen keren aangetoond ook omdat, en dat is nu ook vastgekomen te staan uit uw opverzoeken, er geen validatie en geen verificatie is gedaan met klinische samples. Ja, en nu is er iets raars aan de hand. Ja, waar gaat dit over? Dit is uh, resolutie 2017-746. Het gaat over medische hulpmiddelen. En deze resolutie gaat specifiek over medische diagnostische hulpmiddelen. En op 25 februari dit jaar is de allerlaatste datum dat lidstaten hun regels. En in mogen jij leven. ziet daar een verband. Ja. Hè, met die 2G. Want ja. zij moeten die 2G hebben, omdat ze dan dat testen, dat kan niet meer, want ze moeten zelfs boetes gaan opleggen Precies. op het moment dat ze doorgaan met. Precies, want, want, En want vooral voor... dat, dat zelftesten en die PCR-test, die hebben dus geen CE-markering voor uh, een in vitro medisch diagnostisch device. Want de jongen heeft twee dagen voordat deze regeling in werking treedt, heeft hij nog uitzonderingen gegeven? Hè? Snel voor die. Ja, dus, dus 25 mei 2021. Trad deze regeling in werking. En toen is er nog een extra jaar verlenging gegeven. En er was al vier jaar verlenging gegeven. En een paar dagen daarvoor, of een paar maanden daarvoor, heeft het ministerie van Volksgezondheid, ja, de Jong heeft zijn naam eronder gezet, eh, vrijstelling gegeven of ontheffing gegeven voor het hebben van een CE-markering voor die zelftesten. Ja. Het punt is namelijk, die zelftesten moeten extern worden getoetst door de IGJ, En dat wilden ze natuurlijk niet. Eh, en nu zie je dat eigenlijk dat test... Kaartenhuis in elkaar is gestort. Dus februari is de deadline, en dan gaat het uh, ontegenzeggelijk eind mei in. En dan is het niet gek als je ziet die pandemi Pandemic Preparedness van de WHO, wanneer die erover stemt, en wanneer er in de Europese Commissie wordt gestemd over die Green Digital Certificate. Als daar geen test meer bij kan dan moet die mandaten en die twee geden er dus al in zitten. Anders ja. is het onhaalbaar. En dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Nee, dus het kaartenhuis stort in elkaar ook aan die ja. kant. Bijna een kwart leerkrachten zit thuis door corona. Uh, geen vervangers te vinden. Ja, dat is, heb ik een tijd geleden ook al genoemd. Men zegt dat de scholen open zijn... maar ondertussen zit een kwart van de kinderen zit gewoon thuis... vanwege quarantaine, vanwege al die nonsens. Is dit, dit door corona? Is het niet door burn-outs, door vaccinschade en door vals positieven? Dat zou kunnen. Overigens zag ik gisteren een onderzoek voorbij komen... Uh, wat een schade in de Verenigde Staten is dat een onderzoek. Wat een schade aan die kinderen is aangebracht. Ja. We hebben kinderen die ten tijde uh, van de corona uh, geboren zijn. Dat die uh, 21 IQ-punten minder dat is schokkend hebben dan. We, we, we spreken dadelijk over een lost generation. Ja. Gaan we naar in... internationaal nieuws. Biden, Amerikanen, Dit... verlaat Oekraïne. Ik stuur geen soldaten om jullie te wetten. Ja, dat gaat over de burgers. Dus Amerika roept zijn burgers terug uit Oekraïne. Dit is meestal uh, nog twee stappen voordat er echt uh, schermutselingen uitbreken. Maar hiermee wordt een signaal afgegeven door de Verenigde Staten. We gaan het hoogst opspelen. En we zien eigenlijk hetzelfde als dat Biden zegt tegen Trudeau: Don't back down. Uh, over die uh, mandaten, waar we later nog over komen te spreken. Maar uh, er zijn een paar. Hardliners, we zien het in Duitsland, in Oostenrijk, in Australië, in Canada, de Verenigde Staten, die niet los willen laten. En dit is een heel gevaarlijke mix. Hele domme, fanatieke mensen die weten dat het spel op is, die uh, een, een soort defaitistisch beleid gaan voeren. Ja. Van ja, oké, okay, dan blazen we de boel op. Wack the dog. Wack the dog. Op Netflix, volgens mij, ja. is hij te zien. Absoluut. FDA quickly deletes Moderna vaccin data. Showing rate of heart inflammation post vaccination is 2.6 times higher than previously reported. Aha. Kijk, en dit zijn natuurlijk de, de schadelijke verhalen. Ze proberen het weg te poetsen, maar wat je ziet is dat uh, Jim Jordan, Ron Johnson, Paul Rand, die, zijn allemaal, die zitten er als haviken bovenop. Dit verhaal is niet meer te stoppen. En als dit valt, en nu zie je ook dat de FDA en Pfizer met elkaar overhoop gaan liggen. Dit is hoe je met pressie speelt. Zodat de schuldige partijen elkaar de schuld gaan geven. En dan is het gewoon degene die het eerst met de verklaring komt. die de, kan de, strafvermindering krijgen. De vraag is: uh, redden we nog 10 maart? Uh, uh, dat is een, een, een legitieme vraag. Want het, het, het ligt op tafel. Uh, of op straat, moet je in dit geval zeggen. Het, uh, het spel is uit. De prikjes zijn duidelijk schadelijk en hebben niet gewerkt. CDC to consider increasing time between vaccine doses to lower risk of heart inflammation. Ja. Dus in plaats van iedere drie weken, iedere vier weken. Nou ja, wat dit in ieder geval aangeeft, is, is dat ze zien dat de kans op myocarditis steeds groter wordt naarmate je meer prikken krijgt. En dat ze nu dus eigenlijk aan een soort mitigation-strategie aan het doen zijn. Uh, Waarbij je probeert de, die myocarditis -gevallen te spreiden. omdat ze met een groot probleem zitten. Ja, nou, ik, ik raad iedereen aan. zijn hart goed te trainen. Want in, ook in Duitsland. Ze hebben net in januari. nog acht prikken per Duitser gekocht. Hè? In januari ja. nog. Dus ja. een uh, flinke armoede. Het arm enige. Ik heb het er gisteren in de meeting. met dokters voor COVID-ethics over gehad. En daar hebben we ook over gehad. van zijn er ook therapieën. of behandelprotocollen. tegen vaccinatieschade. Het probleem is dat er nu meerdere onderzoeken hebben aangetoond... dat die spike maandenlang wordt aangemaakt. Dus je krijgt gewoon een langdurige ontsteking. En het is, als het er eenmaal in is... en je cellen maken het aan, het is er dat, niet meer uit te trekken. Dat blijkt uit die autopsies die ze in ja. Duitsland gedaan hebben. Tot zes maanden daarna zijn gewoon mensen het, aan de... Het, uh, het ja. enige dat je er nog tegen kan doen... is zorgen dat je zo gezond mogelijk leeft... en de stress zo laag mogelijk maakt... en hoopt dat het lichaam over een periode van maanden of jaren... zichzelf herstelt declassified document accuses CIA of bulk collection of data on Americans. Ja, Edward Snowden is hier heel erg ja. enthousiast over. Enthousiast misschien een gek woord hierover, maar dit bevestigt zijn verhaal. Hè. Hij had al heel veel naar buiten gebracht, maar er is een push binnen de overheidsapparaten die eh, met goed. intelligence bezig zijn, om een systeem op te zetten om iedereen in de gaten te houden. Dit is waar de Stasi zijn vingers bij aflikt. Ja. Wie naast de medewerkers van premier Johnson stappen op? Nou, we zien hetzelfde in Nederland. Het grote onder de bus gooien spel is begonnen. Uh, uh, Johnson is uh, giftig, daar kan je niet meer mee geassocieerd worden. Iedereen snapt: there's a dead man walking. Deze gaat deze politieke strijd niet overleven. Uh, 130 plus UK-doctors. Failed Covid policies caused massive harm, especially to ja. children. Nou, dus eigenlijk hetzelfde wat in de Verenigde Staten. Ja. Het komt overal naar boven. De en dat schade is ook. immens. Uh, dat ja. staat ook in de WOP-stukken die we hebben gevonden. Ja. Dat 25% van de kinderen hebben psychische stoornissen ontwikkeld ja. en uh, lopen met zelfmoordplannen rond. Hey, deze mensen... Die, ik bedoel, dit kan niet ongestraft blijven. Nee. Nou, in Duitsland zien we een beetje hetzelfde. Nederland en Duitsland zijn heel dicht bij elkaar in policy. Ze zijn daar wat meer. Ze zijn dan nog een hardliner van. Wanneer komt de Vrijheidsdag? En dat is alsmaar in het vooruitzicht. Wegduwen. Maar inmiddels hebben ze het wel over maart, heb ik begrepen. Dat, dat 8 of 9 maart daar ook misschien wel de Vrijheidsdag wordt. Ze wilden eigenlijk rekken tot ja. na Paas. Hè? Dat hebben ze ja. openlijk gezegd. Eigenlijk ja. wilden ze tot 1 juni. En, en dat, het... dat heeft te maken met die besluiten door de WHO en de Europese Commissie, dan hoeft Duitsland niet meer zelf te dragen. In Duitsland zijn nu de winkels allemaal open weer, want je moest 2G plus op veel gebieden, dus je moest en twee keer geïnjecteerd, plus je moest dan een PCR-test hebben, of een test. Um, nee, plus plus is PCR-test, plus mm -hmm. is test in Duitsland. zo ja. hoe gek je het kan maken. Ja. Dat is vervallen in Duitsland dus nu, en nu, ik, ik verwacht op korte termijn dat ook de horeca daar nu gaat muiten. Want die zijn dan nog steeds helemaal dicht hè? in Duitsland. Tenminste, uh, met 2G en de nachtclubs helemaal. En dit is opvallend. We zien hetzelfde in de Nederlandse media gebeuren. Gewone burgers die aan het woord gelaten worden. Niet de, 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 de wappies zoals er veel strijders uh, zijn weggezet. Maar de mensen die uh, helemaal niet uh, principieel ergens tegen zijn. Maar er gewoon genoeg van hebben en... En aangeven, uh, ik wil mijn leven We terug. We willen gewoon ons leven terug. Ja. Wat een raar, wat een raar en, hè, die en mensen. En dit is, dit is de consensus. Het grootste gedeelte is er volledig klaar mee. Precies. We willen gewoon terug. Ja. Wegwezen met die onnonsens. Ja, yeah, Germany is an occupied state. US won't let us make its own decisions. Yeah, ja. En, en dit is zoals wij... Een, een, een cliëntstaat zijn van Duitsland is Duitsland een cliëntstaat van de ja. Verenigde Staten. En mensen begrijpen dat soms niet dat er daar nog steeds 50.000 Amerikaanse troepen gelegerd zijn die betaald worden door, door Duitsland. Duitsland zelf. Ja, in nee, Duitsland is, is, is eigenlijk is de oorlog nooit afgelopen. Ik heb daar een keer een hele interessante uitzending gezien eh, in, binnen de corona afsoes hebben ze daar een uitzending aan gewijd. Heel interessant. Ik wist het ook allemaal niet, maar inderdaad dat soort regelingen Duitsland heeft, kan zelf helemaal niks bepalen. eigenlijk Precies. Ze worden nog steeds bestuurd uh, indirect door de Verenigde Staten. Ja, en het is weer dat twee sporen blijven. Aan de ene kant meegeven en het, het verhaal in stand ja. proberen te houden... of op de volgende brengen. Aan de andere kant doubling down. Keihard repressief. Nog steeds op jacht, de Oostenrijkse politie die uh, op jacht gaat uh, naar niet gevaccineerde mensen. Want die moeten gewoon thuis zitten hè? in de ja. Oostenrijk. Die mogen ze nergens naartoe. Nee, die is opgeheven nu. Oh, die is nu opgeheven. Die is nu opgeheven, ja. maar we, we, we zien eigenlijk een soort uh, schizofreen beleid Van aan de ene kant hele harde repressie, aan de andere kant meegeven. En dit gaat klappen. Uh, ook hier, Frankrijk was natuurlijk ook heel erg draconisch. Maar hier zijn ze ook al voorzichtig aan het... Mogelijk einde ja. van de vaccinpas, eind maart, begin april. Nou, ja. ze voelen dat het uh, waarschijnlijk niet meer houdbaar is. Ik dus ben heel benieuwd hoe ze dat dan toch die Europese pas erin gaan rommelen. Heel benieuwd. Ja. En dit zijn natuurlijk de, ja, dit... de dingen die er echt achter zitten. Uh, nu er daar een waarheidscommissie wordt opgestart, een soort parlementaire enquête, uh, die over de bijwerkingen uh, onderzoek gaat doen. Ja, wat we hier gaan zien, we hebben het al eerder gezien in die <coughs> crisiszaak. Uh, uh, het staat nu vast dat er heel wat mensen zijn overleden. Of uh, ernstige letsel hebben ondervonden aan de prikjes. De farmaceutische industrie zoals we die nu kennen, over een paar jaar bestaat. Bestaat niet meer. Nee. 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 Zij hebben zichzelf om zeep geholpen ja. nu. Ja, ben ik ben ervan overtuigd. Nou, ook Zweden schaft alle reisbeperkingen af, een grote opluchting. En het positieve is dat ze ook de QR-code hebben afgeschaft. En we moeten nog kijken, zit die nog ergens verborgen in de wet? Maar het lijkt er toch op alsof de terugtrekking uh, nog groter is dan dat we al verwachten. Ja, en dat is een heel positief uh, geval. Yeah. Should be in jail. Down under attack of a political scandal. Het gaat over Australië. Ja, maar hier zien we dus ook weer. Ze durven nog niet mensen onder de bus te gooien. voor hun covid-misdaden. Maar dit maar gaat voor allemaal andere... over andere dingen. Net Corruptie, als in het, overal hetzelfde ja. verhaal. We hebben het in Nederland, we hebben het in Oostenrijk, uh, Canada, uh, Australië, Israël. Overal hetzelfde verhaal. Ja. Uh, daar hebben we onze andere vriendin uit Nieuw-Zeeland. Ja, kinda. Leaked emails expose government's underhanded uh, vaccine, vaccine plan. Ja, dat ze het in het drinkwater wilden uh, wilde mengen. Wat een bizarre ideeën ja. hebben deze gasten gehad. Hè? Maar we hebben het al eerder gezien met die wetgeving... voor de verplichting uh, om te vaccineren... dat het boven de onschendbaarheid gaat... en dat je dan indirect door micro-organismen uh, besmet kan worden. Hè? Dat is een hele rare uh, uh, passage in de Duitse wet... Deze mensen die zijn zo ver van de realiteit afgedreven dat ze denken dat dit überhaupt ooit een goed plan is. De vraag is. is of ze in de gevangenis thuis hoort of in een psychiatrische Absolute inrichting. Absoluut psychiatrische inrichting. Ja. Daar, daar, dat is geen vraag. Ja. <laughs> Canada's truck protest mimicked by. Een other nation. Nou, je ziet het overal ter wereld. Dat overal het, nu. Pro, het wordt ja, overgenomen. Dit gaat over Nieuw-Zeeland nog. Frankrijk heb ik ook gehoord. Er is een heel ja. hooploos. We, we gaan naar Brussel. Gaan... Ja. Uh, wanneer is dat? In... 14 februari. Het zal Brussel zijn. Uh, maar dit, dit is uh, unstoppable. En we hebben het twee maanden geleden eerder gezien. met die, uh, dat boerenprotest in, uh, uh, in, de, in Brussel. Dat hebben ze nog tegen kunnen houden. Maar sindsdien is het gaan rommelen. Canada heeft de toon gezet en daarom zijn ze zo bang. En dit is wat we altijd al zeggen. Als het ergens kantelt, kantelt alles. Ja, en, in, en hier hebben ze geen wapen tegen. Nee. Ze weten niet wat ze hiermee moeten. Want alles wat ze doen is fout. Hè? Zolang de massa rustig en in liefde blijft, is ze niet te verslaan. Nee. Alarm, Schwab en Brnabic openen uh, voor het centrum voor de, uh, in het centrum voor de vierde industriële revolutie in Belgrado. Oh. Ja, en uh, Servië dat is nog geen lid van de Europese Unie, dus daar wordt nog veel meer direct gestuurd. Uh, er is nu een centrum geopend voor de vierde industriële revolutie. Dus daar is het heel duidelijk directe sturing vanuit door World Economic Forum. Ik, uh, de, ik vind het moedig. De, de premier uh, om... en de president van, uh, van Servië zijn echte volksverraders. Dus die hebben hun land uitgeleverd aan dit plan. Maar heel moedig uh, dat ze daar willen gaan zitten. Want, uh, die Als dat die is, kantelt, dan uh, hebben ze echt een probleem. Ja. Gaan we naar Canada. Uh, over de protesten. De burgemeester van Ottawa, ook een echte landverrader. En die kondigde de noodtoestand uh, af. om truckers' protest te beëindigen. We hebben natuurlijk al een aantal uitzendingen gedaan. over die uh, noodbevelen. en dat die onrechtmatig worden ingezet. Het is een protocol, Jeroen. Ja. Hier ook weer. Er zijn geen vergrijpen. Er is geen. de orde is niet verstoord. En dat is nog het enige wat je zou kunnen zeggen. Maar hier wordt gedaan: weer volksgezondheid, ja. uh, 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 verkeersgevaar, et cetera. Uh, dat er criminelen zouden zijn, dat er extremisten zouden zijn. Dus ze doen er alles aan om dit uh, in de kop te, op de kop in te drukken. Het, het, het punt wat hier duidelijk is, het is achter de feiten aanlopen. De, de media doet er niet meer toe. Ze proberen 5G, QAnon, antivax, extreemrechts. Alle, uh, alle remmen gaan los, maar iedereen ziet dat het onzin is. Ja. Dus de, de media is zichzelf nu ook aan het opblazen op dit specifieke protest... Um, meet the extremists and social media influencers at the center of the far right siege of Ottawa. And then 5G and QAnon, how conspiracy uh, theorists <laughs> steered Canada's anti vaccine tracker protest. How the anti-vax movement is taking over the right. Die framing, hè, die oneindige framing, maar het wordt langzaam echt. Het enige wat hier uh, nog niet bij staat is het antisemitisch. Het wordt humoristisch wat... bij ja. He, Dit, dit, dit is, is een persiflage op zichzelf. Ja. 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 Uh, en, en dit is het beeld dat ja, echt overkomt. fantastisch is: agenten die ordinaire dieven zijn uh, en jerry mensen... cans, benzine Precies. en diesel uh, in beslag nemen en verbieden en zeggen we geven iedereen, pakken we aan die. Uh, het waagt om jerrycans te brengen. En wat doen ze? Massaal zijn ze jerrycans gaan kopen en het gewoon doen. En dit is de les. Mensen, hè, als je uh, ja. een, met dit soort dingen het tegenovergestelde massaal doet. En ze staan machteloos. En ze staan te kijken. Wat mij verbaast is de domheid van zo'n korps. De, 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 de PR-schade die ze met deze acties ik. oplopen, die duren tientallen jaren om dat te herstellen. Zei, dat zei ik ook al over de Nederlandse politie. Hoe lang dat gaat duren voordat vertrouwen hersteld is. En daar zal ook echt zo'n schoonmaak moeten plaatsvinden om te voorkomen dat ooit nog een politiekorps het idee krijgt om mee te doen aan dit soort antidemocratische... Ja. Nee, wat, wat we duidelijk zien is dat de, de, de politieke activistische infiltranten in de top van de politie, die moeten eruit. Maar de, kijk, dat, dat is bij de politietop, en noem maar op, dat is al, die komen bij de AIVD vandaan. Ja. Het is een kliekje van geheime dienstmensen die hier ja. de boel runnen en die de politie gebruikt hebben als een soort uh, privé uh, ja. troepen. Ja, deze was ook prachtig om te zien. Iemand Die zich op een auto laat vallen. En op deze manier proberen ze een beeld te scheppen uh, dat, er, dat het gewelddadig is, en dat mensen ja. worden aangereden. Maar het is, als je dat filmpje ziet, iedereen staat erbij en zegt van ja. haha, je bent aan het fake. <laughs> het vals flat. Ja. Alle pogingen om het te criminaliseren zijn mislukt. En uh, vanavond wordt de, de spannendste avond eigenlijk. Morgen wil namelijk heel Canada naar Ottawa. Ze verwachten miljoenen mensen. Uh, de, de grootste manifestatie ooit in Ottawa. Uh, dus het, ik, ik denk dat dit het einde is van Trudeau. Dat denk ik ook. Ja. Ik, uh, ik, ik adviseer hem om een veilig uh, heenkomen te zoeken. Ja. Uh, dan komen we bij de demonstraties. Kijk, en, uh, de politie heeft laten zien hoe het ook kan in Rotterdam. Ja. Weinig macht voor zo'n uh, veel praten. Zo wil uh, politie Rotterdam rellen voorkomen. Hier zie ik heel positief. Dus deze, dit korps, en ik hoop dat ze deze lijn aanhouden, snap eindelijk, wij moeten ons niet inlaten met dit soort politieke spelletjes. Want wij betalen de prijs. En wij moeten gewoon ons aan de wet houden. Ja. Punt. Ja. Dus nogmaals, complimenten voor afgelopen zondag. Perfect gefaciliteerd, geen enkele aanmerking op. Ja, dit gaat nog een keer Rotterdam. En we zien het ook in de media. Ja. Eigenlijk is dat protest nauwelijks geframed. Het was echt opvallend positief. Nou, dan komen we iets wat ik al heel lang gezegd heb. Dit komt ook uit de WOP-stukken. Kijk, wat de overheid doet, wat de regering doet, die houden heel nauwgezet in de gaten wat is de stemming. Wat gaat er rond? Zij hebben een soort barometer van, oh, oh, we moeten een beetje bijsturen. Dus je hebt hier teams zitten. Hier, kijk, je ziet het sentiment. Dat staat er positief. Het gaat over berichten die ze scannen. Uh, de positief 1440, uh, negatief 1570, neutraal 6071. En dan verdeelden ze dat over de Facebook, Twitter, noem maar op. En dan zijn dus ze je je constant aan het monitoren en aan het meten de hoeveel stemming draagvlak meten. is er voor Dus onze. het gaat niet over beleid, het gaat hoe ver kunnen we gaan. Oh, ja. we moeten weer een klein beetje terugtrekken. Hoe gaan we dat gladstrijken? Hè, hoe kunnen we dit er toch door krijgen? Dit is manipulatie. Ja. Constante manipulatie. En dit is maar één voorbeeld. Ik heb uh, echt uh, zoveel pagina's met. Uh, want iedere dag maken ze een rapport op ja. met wat gaat uh, uh, viraal. En wat moeten we daar tegen inbrengen? En wat kunnen we daartegen doen? Wat zijn de oplossingen? En dit is het crisiscommunicatieteam ja. die hiermee werkt van het NCTV. Weer. En, en het bevestigt, dit, want dit ging over een e-mail van 7 mei. Vanaf het begin. Is er alleen maar naar gedrag gekeken en is het hele verhaal over verspreiding een bijzaak geweest? Deze wil ik ook nog even laten zien. De rest doen we morgen, want we hebben een hele hoop Wop-stukken. Ja. Maar dit vond ik heel typerend. Uh, dit is een, uh, een stuk van 14 mei 2020 en dat gaat over mondkapjes voor conducteurs. En daar staat, hier wordt gesteld eh, dat conducteurs FFP2-maskers zullen moeten gaan dragen. Dat kan echt niet. Binnen de zorg wordt eh, voor verzorging van COVID-19-patiënten slechts chirurgisch eh, IR eh, aangehouden. Dat kan niet voor conducteurs. Maar wat ik het interessantste hier aan vond, is de opmerking daaronder. En daar staat namelijk voor personen die beroepsmatig werkzaam zijn bij het openbaar vervoer. en personen die beroepsmatig eh, gebruik moeten maken van het openbare vervoer. Zullen op basis van het eh, E volgens artikel 5 Arbo-wet en artikel 4.85 arbo besluit beheersmaatregel moeten worden vastgesteld conform de arbeidshygiënische strategie, oude besluit. Indien de beheersmaatregel wordt vastgesteld door de werkgever in overleg met de OR in de vorm van een persoonlijke beschermsmiddel, dient deze persoonlijke beschermingsmiddel te voldoen aan oude besluit artikel 8.1. En het niet-medische mondmasker is dus geen persoonlijk beschermingsmiddel. Dit is wat ik van begin af aan gezegd heb. Als werkgever, je kan niet zomaar je werknemers verplichten... zo'n ding op je gezicht te zetten. Dit heb ik constant gezegd. Let wel, we hebben hier al een rechtszaak over gevoerd. Daarna, uh, Adem Vrij heeft een aantal rechtszaken gevoerd, hoger beroepen. Dit soort informatie is dus moedwillig achtergehouden. Door de landsadvocaat... Uh, ja, nou, nee, hierover heb ik. Kijk, dit is iets anders. Want dit gaat namelijk over nee, nee, de relatie ik, tussen de werkgever en de werknemers. En ja, wij, maar, wij zijn overspoeld met vragen van werknemers. Ik heb ja. al die werknemers gezegd: ik heb daar een stuk over geschreven. Ja. Let op, ga naar je werkgever toe. Wijs op artikel 5. Want ook die CO2, maximum ja. is 600 parts per miljoen. Ja. Is dat geloof ik? Ja. Dus wij moeten garanderen dat onder dat masker die grens niet overschreden wordt. Ja. Het kan niet. Je kan als werkgever, je werknemer... niet zomaar dat uh, opleggen, die verplichting. En het gebeurt nog steeds iedere dag. Ja. En het is een misdrijf, <coughs> dus doe daar aangifte van. Maar mijn punt is meer dat er rechtszaken zijn gevoerd. Ja. Dit is nu openbaar geworden... maar dit is achtergehouden... net als eigenlijk alle onderbouwingen van uh, de staat. Uh, hoe gaan we dit oplossen? Want al die vonnissen die zijn dus gebaseerd op een liegende landsadvocaat... en een liegende overheid, ja. en een liegende staat. Ja, maar ik vind dat uh, dit dus een heel belangrijk punt... Ja. voor iedereen die nog het probleem heeft met zijn werkgever. Kijk, eh, gaat dit stuk, uh, we, we zullen het online zetten. Ja. Uh, het, is gewoon, het is niet zo dat de Arbo-regels in één keer uh, niet meer uh, van toepassing is. Oh ja, dit was een uh, nog een, ik weet niet. Uh, nee, er was een nog een korte uh, mail waarover gaat dat je de diagnose COVID 19 is niet op klinisch beeld vast te stellen. Dat vind ik ook heel opvallend. Dat betekent dus dat COVID 19 bestaat eigenlijk niet echt. Hè? Het is gewoon een. Het valt onder de. Het is de een verzamelterm ja, die je eerst is. Ilisari Sari of Kapa noemde. Ja. Dan wil ik nog hier, hierop wijzen. Mensen, ga iedereen naar wwwcovid 19rijksoverheidnl en ga lekker grasduinen. Want er zijn Tienduizenden pagina's en ik ben ervan overtuigd dat je daar pareltjes gaat vinden, Absoluut. maak die openbaar, stuur ze aan ons toe, stuur ze aan anderen toe. Het... Zet ze op Twitter, op social media, het... dit is unstoppable. Het moet nu, alles moet op tafel. Ja. En uh, het is, veel is openbaar. En maak er gebruik van. Absoluut, instructies staan ook in de nieuwsbrief. Goed. Dan, zondag 13 We gaan februari. Ja hoor, we moeten de druk erop houden. Het werkt als een, een tirelier dus uh, blijven demonstreren. Op het Malieveld deze ja. keer uh, in Den Haag. Uh, hoe laat begint het? Ik denk 1 uur, dat is de normale tijd. Uh, en vanaf daar gaan we naar Brussel. Want 14 februari is het grote Freedom Convoy dat naar Brussel rijdt. Ik ben heel benieuwd. Mooi Wilm, uh, De tijd is alweer uh, om. Ja, en, dankjewel. Uh, ik denk dat we morgen uh, nog een uitzending gaan Dan maken. Dan doen we natuurlijk ook uh, de nominaties Precies. voor de Ampelmussoeprijs. Ja, goed. Dankjewel. Tot morgen.